Carlo Bossard weet niet wat hij meemaakt in de aflevering van The Masked Singer, vrijdagavond. Zijn eigen broer Ron Bossard zit in het pak van de buffel. En hier had het jurylid geen seconde aan gedacht. Hij schrok zich rot toen hij zijn broer op het podium zag staan. Ron deed er dan ook alles aan om het zo lastig mogelijk te maken. Hij besluit zangles te nemen, om te kijken wat ik dan aan mijn stem kan doen, om het onherkenbaar voor hem te maken. Toch is Ron nog altijd bang, omdat hij vreest dat enkele hints overduidelijk zijn. Oh, gelukkig, hij heeft het niet door, vertelt hij. Maar de zenuwen slaan weer toe bij zijn tweede optreden. Dan ga je toch weer een paar keer dood in zo'n pak. Uiteindelijk is hij dus door geen één jurylid geraden en had hij het voor geen goud willen missen. Wat vond jij van de onthulling? Laat het weten!